Volleybalclub Vokajap Nienhove gaat op zaterdagavond de eer om hun 50-jarig bestaan te vieren. En dat in de zaal Pax in Appelterre. Vokajap werd in 1967 opgericht door enkele leden van de KAJ en bestond aanvankelijk enkel uit een mannenploeg. Welkom, beste Vokajappers, vrienden, familieleden en sympathisanten. Welkom op deze prachtige avond. Het doet ons echt plezier om jullie hier met zoveel te mogen verwelkomen, maar natuurlijk ook om te mogen zien dat de naam Vokajap voor zoveel nog steeds een betekenis heeft. Als je ziet hoeveel mensen hier vandaag aanwezig zijn, dan zegt dat heel veel over de mensen die vandaag de leiding hebben bij Vokajap. Waarom? Omdat jullie allemaal getuigen willen zijn van dit schitterende moment en omdat jullie allemaal dit mooie moment willen vieren. William Bokstaal, niet een van de stichters, maar er toch heel vroeg bij. Wat herinnert u zich nog van de jaren, eind jaren 60? Alles is begonnen hier, niet ver van hier, dingen op school. Natuurlijk, dat was buiten, dat was iets heel anders natuurlijk. Maar natuurlijk heel prettig. Daar zijn we niet zo lang gebleven, maar dan zijn we dus verhuisd naar station van Appelterre. En daar hebben we verschillende jaren gespeeld, buiten ook. Maar dat was echt ook super. Begin jaren 70 kwam er wat concurrentie in Nienhove, er kwamen ploegen bij. Wat weet u daar nog over? Wel, ik kan mij nog sommige dingen nog wel over herinneren. Inderdaad, als belangrijkste waarschijnlijk Mevok. En dan Denderwindeke en dan Nienhove. Dus die drie ploegen. Wij kunnen niet zeggen dat dat dus altijd ruzie was, maar dat was wel een serieuze concurrentiestrijd. Joost Aris, de familie Aris, heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Vokajap. Jullie haalden de toppen, de hoogste regionen met Vokajap. Wat weet je daar ook van? Oh ja, dat is allemaal lang geleden natuurlijk. Maar ik herinner mij dat wij vanuit een hogere klasse op een zeker moment beslist hadden, vooral ik en onze Chris, om terug af te zakken naar Provinciale, hier meer in de streek van waar ik woonde. En Vokajap was toen voor mij en voor Chris de meest geschikte ploeg. En we zijn daar begonnen in tweede Provinciale. En ik ben geloof ik begonnen als speler, trainer. En dan heb ik na verloop van tijd trainerschap overgegeven. Maar we zijn eigenlijk 5 of 6 jaar naar elkaar overgegaan. Niet altijd kampioen, maar ofwel kampioen ofwel tweede. Zo dus dat we op 5, 6 jaar tijd van tweede provinciaal tot in eerste landelijke zijn geraakt. Met alle feesten van dien. En veel mensen dat hier ziet hebben dat allemaal meegemaakt en dat was super fijn. De club bestaat ondertussen 50 jaar. Op 50 jaar tijd gaat het eens up en down. In de jaren 90 ging het wat minder en toen heeft men mij gezegd, was u de redder? Ja, inderdaad. Op dat moment is een beetje de hogere ploegen van Vokajap ter ziele gegaan. Zowel de heren als de dames. En een collega van mij, Luc Halterman, die op dat moment was hij een beetje die alles een beetje realiseerde. En hij heeft het fakkel doorgegeven aan mij. En ik heb dus getracht om op kleine schaal dus Vokajap dus staande te houden. En dat is gelukt tot hiertoe. Hilde Douw, u was er ook van in het begin bij. Wij waren er van in het begin bij, van als dat de damesploeg opgestart is. Zij hebben begonnen op de speelplaats van school. Dat was eerst de mannenploeg was er al. Zij wij begonnen met een paar, allemaal van mijn leeftijd. Dus nu ondertussen allemaal 60ers. Wat dat leuk was, dat was altijd buiten. Dat was leuk en niet leuk, want wij speelden dus regen, wind, sneeuwen, ijzel. Ik herinner mij nog een keer dat wij een uitmatch moesten spelen in Brakel. En dat was helemaal op de hoogte, dat was daar ijskoud. Mochten wij van die naar bitter heel lange broek aandoen. En wat betekent Café Jempy voor u? Jempy, dat is voor ons, dat was Jempy en zijn vrouw, dat was voor ons het van het. Hè. Dat was ons stamcafé in die tijd, als je dat stamcafé mocht noemen. Wij werden daar altijd heel goed onthaald. Wij moesten ons kleden in zijn living.
ofwel boven, ja, een douche, dat bestond nog niet dan. Hè. Dus wij moesten ons kleden op zolder of in zijn living. Wij met ons roksken aan en de heren. Daar kwamen ook de mensen van Appeltellen nog kijken. Want dat was op het stationsplein in Appeltellen. Allee, hele goede herinneringen aan. Als ik zie wie er allemaal vanavond aanwezig is, wordt het een topfeest. Ja, ik denk dat het zeker een topfeest wordt. Vooral ook, wat ik fijn vind, is... Want uiteindelijk zijn er veel van ploeg veranderd ook. Ik heb ook bijna alle ploegen van Ninove gespeeld. En ik zie hier ook veel collega's van de andere ploegen. Eigenlijk is dat hier geen hockeyfeest, maar een volleybalfeest van alle ploegen. En dat is zeer fijn om dat mogen mee te maken. En ik hoop binnen 7 jaar dat we dat bij Mevok ook nog een keer kunnen meemaken. Heb ik de heer jullie iets schendbaar te maken? Namelijk op 28 juni, eerstkomende, worden niet alleen jullie, maar Hans de Club, of mag Hans de Club eigenlijk de naam gebruiken van Koninklijke Volleybalclub Vokajap Ninove. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.